Nou, goedemiddag allemaal. Het is donderdag 31 mei en de BN Vara Academy staat vandaag bij ons op de campus voor het Cultuurcafé. En ze zijn op zoek naar nieuw talent. En eigenlijk ben ik wel benieuwd wat dat talent inhoudt en of ik dat al zou kunnen zijn en of mijn presentatieskills goed genoeg zijn. Jullie staan vandaag hier op de campus in Nijmegen op zoek naar nieuw talent voor BN Vara. En ik was eigenlijk benieuwd, wat voor een eigenschappen, kwaliteit zou je moeten hebben om zo'n talent te kunnen zijn? Nou, vooral veel enthousiasme. En we zijn ook wel op zoek naar mensen met wat journalistiek gevoel. Om bijvoorbeeld voor het programma Week voor Werk, Kassa, om daar op de redactie te werken. Maar we hebben ook traineeships voor itemregie, cameo. Camerajournalistiek ben je dan. Dan kun je in je eentje met een camera op pad en een reportage maken, filmen, interviews doen. Hoe groot is de kans dat als je echt gedreven bent en precies weet wat je wil, dat je dan ook terecht komt waar je wil via de Academy? Als je een journalistieke opleiding doet, dan kom je al wel met een stage bij een omroep binnen. Maar met Academy zoeken we echt bouwvakkers die wat anders willen. Het kan van alles zijn, wat je achtergrond ook is. Bieden we zo de mogelijkheid om toch het medialandschap binnen te komen bij BN Vara. Het is een eerste stap. Je kunt hier via een wildcard nog aanmelden voor de Talent Days. En die beginnen op 9 juni. Dat is de eerste dag en dat is een volgende selectiestap. En als er dan meerdere kandidaten zijn voor een plek, nou, die moeten dan allemaal een opdracht uitvoeren. En de beste wordt dan uiteindelijk uitgekozen. Hoeveel tijd ben je er dan mee kwijt? Hoe lang duurt zo'n stage, traineeship? Het is een traineeship van een half jaar, waar je fulltime dan voor werkt. En je krijgt in een groep ervaren journalisten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en veel van je collega's te leren. Nou, de mensen van BNN die gaan weer naar huis, weer terug naar Hilversum. En mocht je deze kans nou gemist hebben, is er over een half jaar en zelfs weer over een jaar een mogelijkheid voor jou om je aan te melden voor de Talent Day. En wil je in de tussentijd nou gewoon nog even lekker ervaring opdoen, kom dan vooral even langs bij de eigen studententelevisie van Nijmegen. Campus in beeld. Yeah.